Almere City, de nummer 2 van de keukenkampioendivisie, werkte dinsdagmorgen een ontspannen training af in aanloop naar de bekerclash van woensdagmiddag tegen VVV Venlo. Almere's draait tot dusverre hun beste seizoen ooit en trainer Ole Tobiassen gelooft daarom in een stunt tegen de huidige nummer 15 van de Eredivisie. Nou, we hebben heel veel vertrouwen opgebouwd de laatste weken en maanden. En we gaan ook voor de stunt. We zijn wel de underdogs. En dat moeten we wel met passie en met lef laten zien dat we ook gewoon mee kunnen. Hoe belangrijk is deze wedstrijd voor jullie? We willen alles aan doen om een ronde verder te komen. En dat zie je ook aan de opstelling waar we mee komen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de competitie. Maar we willen dit niet zomaar laten lopen. Nee, we willen wel alles aan doen om een ronde verder te komen. Het is geen leuk tussendoortje en je begint gewoon met je sterkste opstelling. Je gaat niet roleren zoals sommige trainers wel eens doen voor de beker. Nee, absoluut niet. Wat ik net zei, we willen heel graag een ronde verder komen. En dat hebben we ook tegen de jongens gezegd. Wij spelen deze wedstrijd met in mijn ogen onze beste opstelling. Wat ik tot beschikking heb en hoe we VVV pijn kunnen doen. En dat zijn gewoon de beste spelers die ik tot beschikking heb, ja. De man in vorm, Ilias Alhaft, die was niet aanwezig op de training. Wat is er met hem aan de hand? Ilias heeft een gekneusde voet, dus die heeft apart getraind. En dat is nog even afwachten of hij wel of niet mee kan doen morgen. Ja, wat verwacht je? Want het scheelt natuurlijk een slok op een borrel, want dat is de man in vorm. Ja, ik wil ook geen risico's nemen met spelers. Maandag hebben we weer onze laatste wedstrijd voor de winterstop. En ik wil geen risico nemen met een speler als die maandag 100% fit kan zijn en morgen te veel risico zal oplopen om nog meer pijn te krijgen. Dus dat is even afwachten van de reactie van de training of die wel of niet mee kan doen morgen. Verder iedereen fit, hè? Nee, iedereen is terug van schorsingen, van blessures, behalve Anes Ahanag. Maar dat is wel fijn. Dat ik zoveel jongens op het veld heb en dat we ook echt keuzes moeten maken. Ja, het wordt voor jou als hoofdtrainer je eerste bekerduel, geloof ik, hè? Ja, inderdaad, als hoofdtrainer wel, ja. Dat klopt, ja. Ja. Nou, dan hopen we dat we gelijk ook een mooi einde hebben, ja. Want Almere City heeft niet echt een goed track record qua beker. Hè? Als ik even aan de laatste jaren denk, dan denk ik aan Kozakken Boys uitgeslagen, geloof ik. Ik heb vorig jaar een hele matige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het is nog niet echt een heel goed huwelijk, de KNVB-beker en Almere City FC. Nee, maar ja, zo denk ik niet over na, moet ik eerlijk zeggen. We kijken per wedstrijd of het nou competitie is of beker. Ja, wat zijn die mogelijkheden? En morgen maken we een redelijke kans om toch een goed resultaat te kunnen halen. En we moeten ook het VVV het zo moeilijk mogelijk maken als we kunnen. En hopelijk kunnen we een mooie wedstrijd van maken morgen. In het begin zeg je, jullie zijn de underdog. Zij dus overduidelijk favoriet, omdat zij de Eredivisieclub zijn? Ja, absoluut. Ze hebben zoveel Eredivisie ervaring. Ze hebben heel veel ervaren jongens, ook met Eredivisie ervaring. En voor het eerst misschien dit seizoen mogen we als underdogs beginnen aan een wedstrijd. Ondanks dat we thuis spelen. Dus ik vind wel dat VVV wel de favorieten zijn, ook als ze hier mogen komen. Ja.